Een hele goede middag en welkom bij Nieuwe Ups & Down. We hebben vanochtend een gesprek gehad met de WLZ. De uitkomst laat nog heel even op zich wachten. Hij gaat nog even overleggen met een arts. Dus procedures. Allemaal procedures. Of dat we het krijgen, dit, dat, zo, zo. Daarna zijn we eventjes naar de Helftheuvel gegaan. Niels moest ook nog even iets bij een collega afgeven. Dus zijn we gelijk even naar de Helftheuvel gegaan. Ik heb een tijdje geleden gezegd dat luiers 6 plus niet te krijgen zijn bij de kruidvat. Dat ik dus 6 had gekozen, maar die zijn eigenlijk net aan, zeg maar. Dus we hebben nou ook nummer 7 gekocht. Tevens heb ik, omdat Liam het zo goed doet, iets kleinere onderbroeken gehaald. Om te kijken, zeg maar, of dat die qua zindelijkheid daarop, zeg maar, ook kan doen. En we hebben binnenkort een trouwfeestje. We hebben natuurlijk al boodschappen gedaan voor het avondeten en zo. Maar we hebben ook binnenkort een trouwfeestje. En het thema daarvan is Summer Chic. Nou moet ik ook nog met Niels naar de stad toe. Maar we hebben voor mij wel wat al gevonden. Summer Chic. En dit is dit jurkje. Tada! Wanneer jullie me aanzien hebben, is de dag dat we dat feestje hebben. Eerder niet. Dus ik moet alleen nog even een fatsoenlijke BH scoren. En schoenen heb ik al, dus helemaal prima. Dat is voor me, ik ben al klaar in principe, zover. Dus we gaan morgen of zo gaan we nog naar de stad toe om te kijken voor Niels. Dus dat. Voor de rest heb ik nog een... Liam die houdt van alles op kleur zetten, dus deze heb ik nog voor hem. Dat is zo'n obsessie ding voor hem, zeg maar, dat... die heb ik bij de Wibra gevonden. En ik heb ook een trui gevonden voor Jordi. Want ja, hè, het wordt dadelijk weer uiteindelijk wat kouder. En ik heb een maat groter gepakt. Dus die kan dan ook weer alvast beginnen. Je moet zulke dingen toch allemaal op een gegeven moment gaan doen. En deze was ook nog in de aanbieding. Deze kost nu 25 euro. Maar ze hebben het er overheen geplakt. Hij was... bijna 40 euro, 37,99 volgens mij, of 39,99. In ieder geval, ik heb korting opgekregen. Dat was zo irritant, hè? 37,99. Ja, dus dat was 38 euro en ik heb hem gekocht voor 25. Dus toppie! Morgen gaan we dus heel even naar de stad voor Niels kijken. Zwemmen met de Bambi Band, hè papa? Ja. Hoe warm is het water nu? Ik weet niet, heb die had ik er weer in gedouwd. Oh. Even daar pakken. Hij gaat het even meten. Maar ondertussen zijn Liam en Sam lekker aan het zwemmen. Hé, Liam en Sam? Ja. Ja. Ja, mama. Ja, Sammy. Ja, mama. Ja, Liam. Deze. Paw Patrol, niet te dol. Jordi zit ondertussen voor de waaier. Ik heb ijskoontjes alles erin zitten, dus daar koelt hij een beetje mee af. We hebben Jordi al een paar keer in het zwembad proberen te doen, maar hij wil gewoon echt niet. Hij wil gewoon echt niet. Dus we laten hem gewoon even zo. Dat is beter voor hem. Dat is echt gewoon beter voor hem. De kinderen hebben al gegeten. Ik en Niels eten dadelijk als de kinderen op bed liggen. Dat is nog een uurtje ongeveer. Dat is de bedoeling. Ik zei tegen Niels, ik wil gewoon even rustig eten. Dus dat. En mijn knie is ook nog steeds nietje van het. Dus even een update hoe warm het water is. Het is 28 graden. Ja. En ik loop er nu niet heen, want ik zit met mijn knietje omhoog. Want die doet nog steeds pijn.
Ik kan er wel op lopen, maar ik kan hem niet... Ja, ik kan dit niet, zeg maar. Dit, dat kan ik niet. Ik kan hem zeg maar in een hoek zeg maar zo neerleggen. Hij is ook helemaal niet blauw of zo. Helemaal niet. Ja, hier zie je het een beetje. En hij is ook aan deze kant wat dikker. En ik heb last van mijn knieschijf. Hier zo. En dan van deze spier. Maar ja, het is ook niet heel gek. Als je zo kijkt. Het is ook niet heel gek, want hij is hier zeg maar zo geklapt, zeg maar. Dat is wat er gebeurd is. Ik zal eens even kijken of ik het goed op beeld krijg. Hij is niet heel, wat dik, heel veel dik hoor, maar hij is wel wat dik. Kijk, hier zie je dit. Ja, dat zie je hier dus niet zo goed. Ja, hier wel, maar hier niet. En normaal heb ik echt wel zeg maar knieën waarvan je zegt van dat zijn knieën. Maar dat is nu niet. Dus ja, het is voornamelijk hier. Dus ja, hè. Jordi is overlenig, zeg maar. Ik ben ook overlenig. Dus het is niet heel raar. Ik heb in het verleden heel vaak verzwikte enkelbanden gehad. Enkelbandscheuring, zeg maar. Scheurde enkelbanden. Ik heb al in het verleden heel veel gehad. Dus... Yeah, it's not my first rodeo. En voor de mensen die zeggen intapen, et cetera, et cetera. Ja, ik snap waar jullie vandaan komen. Alleen dan wordt mijn knie ook luier van. Die spieren zijn dan niet... En dan heb je ook niet, zeg maar, hè. Maar ik doe het gewoon rustig aan. Rustig aan is het beste wat je kan doen. Kinderen zitten lekker in het zwembad, zijn lekker aan het afkoelen. En dan kunnen ze daar lekker naar bed. Dus het komt allemaal goed. Jordi lag te slapen, maar die is wakker geworden. Dat is het nadeel van de ziekte van neersprong. En dit weer, je bent gewoon de lul. Het is gewoon standaard zo warm. Boven de 30 graden zijn we gewoon altijd standaard de lul. Ziekte van neersprong zorgt nou eenmaal voor meer buikpijn, et cetera. En ja, dat is gewoon zoals het is. We hebben de koeler aangezet voor hem. En ja, we gaan gewoon kijken hoe het... loopt voor hem en dan blijft hij maar wat langer wakker. Een hele goede morgen. Wij zijn vanochtend al weg geweest naar de stad, want we hebben binnenkort een bruiloft met het thema Summer Chic. Dus ik had jullie al gisteren laten zien wat voor een jurkje ik had. Ik heb mijn outfit nu compleet gemaakt. Ik heb voor Niels heb ik alles in huis. Voor mij heb ik dus dit jurkje. Dit sandaaltje. En daar heb ik dan ook een BH bij. Een beige BH. Een beige BH. Deze die heb ik al ooit eens een keer gekocht. Maar die was wel een vervanging toe. En deze zat echt heel erg lekker. Dus hebben we die. Voor Niels heb ik... een grijze pantalon. Grijze pantalon. En daar overheen, of bovenop, heb ik een heel licht groen blouse. Wel met lange mouwen, want dat was wat Niels wou. En deze schoenen eronder. Ik denk dat dat wel leuk is. Dus we zijn compleet voor die bruiloft. Niels, Sam en Liam zitten in het grote bad samen. Ik zit hier met Jordi voor de waaier. We zijn natuurlijk vanochtend naar de stad geweest. Voor de spullen van die bruiloft. Anders komt dat er gewoon niet van. Maar ik heb zondag wel mijn knie helemaal verdraaid. And believe me. It hurts like shit. Dus ik zit met mijn poot hier omhoog. Ik let op Jordi voor de zit lekker voor de waaier. Maar ik kan daar bijvoorbeeld nou niet instappen, bij wijze van spreken. Dat kan ik helemaal niet. Ik kan mijn been niet eens fatsoenlijk recht of buigen. Dus dat gaat gewoon niet. En dan moet altijd iemand bij Jordi blijven. Dus dan ben ik degene die dat doet. Als Niels eruit is... En ik zou bij wijze van spreken even gauw onder de douche willen. Dan zeg Niels, doe dat lekker.
Maar voor nu, ik zit met mijn potie omhoog. Ik heb mijn drinken. Ik heb mijn telefoontje. En ik blijf lekker zitten. Want Niels heeft mij zien lopen. Ik kon straks niet eens meer opstaan. Dus ik zit hier nou wel even. En ik loop ook niet nou naar buiten toe. Want dat ga ik niet redden qua pijn. Dus Niels zei, de rest van de dag blijf je lekker op je been of op je kont zitten. Je doet niet zoveel. Dus ja, dat. Ja, sommige dingen moet je gewoon doen. Dus bij deze. We hebben net goed nieuws gehad. De Het CIS heeft alles toegekend wat we hebben aangevraagd voor Jordi. Dus nu moeten we met stichting mee om de tafel om alles te gaan regelen. Dus ik ben happy in de peppy. Kunnen we eindelijk bepaalde dingen gaan regelen voor Jordi. Een hele goede morgen. Niels is de kinderen eten aan het geven. Ik ben boven bezig. Ik heb alle bedden al afgehaald. Ik heb al was aangezet en alles erop en eraan. Ik ben al naar de winkel geweest. Dus ik heb al heel veel gedaan vandaag. En nou ga ik weer verder boven. Want poetsen boven is wel nodig, zeg maar. Ja, stof, nog eens stof. Dus daar ga ik mee verder. Een hele goede begin van de middag. Kindjes zijn lekker aan het eten. Ze hebben vanochtend ook al fruit gehad. Maar ze krijgen nu gewoon lekker hun lunch. Ik heb gisteren heel erg weinig gevlogd. Dat heeft een reden. Ik heb gisteren mijn hele huis gepoetst. En op dit moment zijn we heel veel aan het regelen voor de PGB van Jordi. WLZ, hoe je het ook wil noemen. Zodat het allemaal geregeld is en een kan en kruik is. Want Jordi heeft hem natuurlijk toegekend gekregen. Maar je moet ook uren gaan verantwoorden, et cetera, et cetera. Hoe wil je het indelen, enzovoort, enzovoort. Dus daar hebben we het echt... Niels en ik zijn daar samen over aan denken geweest. En wat handig is, wat niet handig is, et cetera. Dus daar zijn we heel erg druk mee bezig geweest. Niels heeft vanmiddag nog een belafspraak met zorgkantoor. Dus daar krijgen we meer uitleg over en hoe we het zien enzovoorts enzovoorts. We hebben dadelijk een afspraak met de vrouw van de organisatie waar Liam op school zit. Voor gedrag, dat soort dingen allemaal. Die gaat kijken voor thuisbegeleiding waar en wat we nodig hebben. Dus dat is wat we dadelijk ook nog hebben. We hebben allemaal afspraken deze week staan. Zodat in de week dat Niels vrij is, dat dat allemaal geregeld nog kan worden. En dat hij daarna weer lekker kan gaan werken. Nou ja, lekker. Hij kan allemaal meer gaan werken. En ja, er spelen natuurlijk ook gewoon dingen op de achtergrond. Waar ik op dit moment gewoon helemaal niks over kan vertellen. En ik vind dat heel vervelend om te zeggen. Maar ik ben gewoon met dingen bezig. Waar ik nu gewoon niks over kan vertellen. Dus, tegen die tijd dat het wel kan. En ik vind het zo... kloten om te zeggen, maar tegen die tijd dat ik er wel iets over kan zeggen, krijgen jullie hier natuurlijk iets over te horen. Maar op dit moment kan ik hier nog niet zoveel over vertellen. We zijn nog naar mijn ouders geweest. We hebben daar gegeten. De kindjes zijn nog met opa en Niels naar de speeltuin geweest. Ik en mijn moeder hebben ondertussen met Jordi wat gedaan. Gewoon geknuffeld, gekold, dat soort dingen. Toen zijn we weer naar huis gegaan. Kindjes naar bed. Hier wat opgeruimd. En dat was de dag alweer. Dus ja, ik ben kapot moe. Ik ga lekker mijn nest opzoeken. Dus bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.